Zijn er zo nog voorvallen dat je kunt herinneren dat de politie op een manier binnenkwam of iets stillegde dat wij ons niet meer kunnen voorstellen nu? Boah, dat we ons niet meer kunnen voorstellen lijkt mij niet echt relevant, want ik denk dat de politie nu meer dan ooit dingen stillegt, maar niet meer rond Walibi's natuurlijk. Ja, dat bedoel ik, hè. Ja. We zijn eens opgepakt, bijvoorbeeld Clause 28, dus de Thatcher-versie van de Russische Poetin-wet nu, hè, ja. Die eigenlijk letterlijk hetzelfde zei, propaganda voor homoseksualiteit is verboden. Wij hebben toen een actie gevoerd aan Marks & Spencers. Er was toen een vestiging van Marks & Spencers op de Meijer. Okay. Die ondertussen ook al weg is. En dat is één van de 10 actievoerders meegenomen door de politie. Maar dat zijn eigenlijk dingen die ik als actievoerder bijna vergeet. Ik bedoel, dat hoort er bijna bij. Ja. Maar echt zeer ingrijpende zaken. Het moet vooral situeren in de 5 jaar dat Rode Vlinder heeft bestaan. Dus de homodag, dus de dag in Gent zonder betoging in 1978, is enorm geboycott door alle mogelijke overheidsdiensten. De brandweer zei dat het niet brandveilig was. De flieken kwamen tussen. Er waren problemen met het verzenden van de nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Dat is nu iets dat je niet meer kunt voorstellen, maar dus de nieuwsbrief van de Rode Vlinder werd op een gegeven moment niet door de post geweigerd om te versturen. Ja. Maar dat was eigenlijk de periode waarin dat men rond homoseksualiteit... Het was duidelijk dat men homoseksualiteit als veel subversiever zag als het nu niet. Ja.